gaan we naar gezinshuis Fra Fensalier, waar ze vrijwilligers zoeken. Die mooie naam betekent moerasland in het IJslands. En dat is weer heel toepasselijk voor de boerderij die aan de Maas in Alphen ligt met een heleboel IJslandse paarden. Hey. Hi Petra. Je woont hier ook gewoon. Dit is je woonplek? Dit is onze woonplek. Heerlijk, hè? Ja, zo vrij. Wow. Super. Langs de Maas. Hallo. Dag Roderick, ik ben Angelique. Henny. Dag Henny. Dag Corine, ik ben Angelique. Oh. Hallo. Hoi Jacqueline. Angelique. Nog, hoeveel mensen wonen hier allemaal? Ja, er zijn allemaal? Een heleboel. Wij wonen hier eigenlijk met z'n zesje eigenlijk. En de anderen die zijn van Masbommel. Oké, dus die wonen ergens anders, maar die komen overdag hier? Ja. Je moet wel van dieren houden. Mm-hmm. Anders ga je hier niet wonen, denk ik. Nee. 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 Weet je, alles wat hier rondloopt moet ook. Buiten de honden die achter een kip aangaan. Een kip slopen. Oh nee. Niet doen. Niet doei. Denk erom. Ax, kom. Nee. Jongens. Doei. Je hebt de veer in je bek. Nee. Red die kip. Ja, red de kip. Is die nog heel? Ja hoor, die is nog heel. Wat waren de kip opgegeten? Gaat het altijd zo hier? De paarden. We waren op weg naar de paarden. Zullen we eerst deze kant weer oplopen, ja. Jacqueline? En hier staan ook andere paarden. Wat zijn dit voor paarden? Ze zijn IJslandpaarden. Dus ze komen uit IJsland? Volgens mij wel, ja. Dit zijn een beetje de oudjes, hè? Dat zijn IJslandse paarden. Ja, de oudjes. Ja, weet je, van vroeger uit heb ik bij iemand met IJslandse paarden kennis gemaakt. En het is zo'n geweldig ras. Ze zijn heel robuust, ze zijn stevig, ze zijn sterk. Ja. Ja, ze houden van buiten. Dat is natuurlijk ook heel fijn. En dan zeg je van, waarom staan ze hier binnen? Maar dit is echt de 30 plus wat hier staan. Dus die krijgt ook aparte etentje en aparte dingetjes. Oh, 37 ondertussen. Niet. Ja, goed hè. Ja, ze krijgen hier zo'n geweldige verzorging. Dat hoort allemaal uit. Ziet er ook mooi uit. Ja. En zet mij ook aan het werk, hè? Ik kan ook poetsen. Kijk eens even. Wat een mooi huis. Ja. Dit is gewoon jouw kamer. Ja. Nou, wat prachtig. Zit je hier dan 's avonds? Ja. Ja? Ja, dan zit ik hier elke avond. Ja, dan kijk ik 's avonds naar televisie. En als je dan 's ochtends wakker wordt, eet je dan hier je ontbijt? Ja. Ja, dat doen we eigenlijk allemaal. Ja. En dan André Hazes. Ja, ja. Dat is je favoriet? Ja, eigenlijk wel. Super. En ik heb ook nog een eigen badkamer. Nee. Ja. Nee. Ja, dat hebben we eigenlijk hier allemaal eigenlijk. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja, eigenlijk nee. Wel. Nee. Nou, Nee. Hartstikke groot. Ja. Je hebt een hartstikke grote badkamer. Ja. Dan kun je gewoon niet dansen. Kijk nou. Eigenlijk wel. Nou, lekker. Ja. Oh, meid, wat een mooi huis. Ja. Nou, dankjewel dat ik het mocht zien. Ja, zeker. He? Ja. Wat moet ik doen? Nou, de ene kwijt zet je mee. Bij je kont. En dan ga je beter overheen. Ja. Klimmen. Ik moet wel over het zadel, schat. Ja. Zit je? Zit je? Ja. Even naar voren. Is het met de paarden begonnen of is het met cliënten begonnen? Nee, met paarden is het begonnen. Ik heb heel lang in de zorg gewerkt. In allerlei verschillende huizen, allerlei verschillende functies. En ik had heel vaak wel cliënten al mee naar huis om gewoon een keer een middagje. En ik zag dat cliënten zo wonderbaarlijk rustig werden van paarden. Ja. Dat ik dacht van jeetje, hier moeten we wat mee gaan doen. Dit is geweldig. Die combinatie ja, van dus jouw hobby dan, en je werk. Ja, ja dat is echt zo super. Maar je bent dus begonnen als dagbesteding. Ja. Dus dan kwamen er mensen hier en die gingen hier, met paarden. En die gingen met paarden aan het werk en met andere beesten. En op een gegeven moment kreeg ik de vraag van, goh, joh, weet je, het is hier zo fijn, zouden we hier niet mogen wonen? Mm-hmm. En zo goed, gezegd, dan zo gedaan, aan het bouwen en we gingen. Maar dan komen er gewoon mensen bij je wonen, weet je wel. We zijn gewoon één groot gezin. Ja? Ja, en zo voelt het ook. Ja. En de levenswijze eigenlijk. Dus jullie hebben twee woningen waar cliënten wonen. Ja. Hier in Alphen en in Maasbommel. Ja. Yay!
In de Maasbommel hebben we dan als dagbesteding ook nog een theehuis erbij. En hier dan de paarden. En cliënten kunnen zelf kiezen wat ze willen. Ik kan het alleen maar als je even stil staat. En waar heb je nou precies allemaal vrijwilligers voor nodig? We hebben natuurlijk altijd vrijwilligers nodig die de bus kunnen rijden voor ons. Maar we hebben ook vrijwilligers nodig die gewoon eens op een hele slechte dag 's morgens lekker komen knutselen. We hebben vrijwilligers nodig die heiningen kunnen repareren, die blad kunnen ruimen, die goed in de tuinen zijn. Maar die, weet je, bezoekvrijwilligers, niet te vergeten. We hebben natuurlijk ook best wel cliënten zonder familie. En die zijn dan heel erg op ons aangewezen. En ja, het zou geweldig zijn als die gewoon ook eens een keer een dagje naar iemand toe konden om eens een keer een gezellige dag te hebben. Maar je hebt hier dus bewoners, die hebben geen familie. Ja. En die krijgen dus ook geen visite. Nee, dus die liften wel vaak mee op de visite van iemand anders. Maar ja, ze hebben nooit echt iets voor zichzelf. En dat zou ik heel belangrijk vinden. Chauffeurs, handige Harry's, dierenliefhebbers en misschien wel het belangrijkste, de bezoekvrijwilliger. Meld je aan op gelderlandhelpt.nl. Je bent goed bezig, meid. Ziet er heel relaxed uit. Ja. Ja. Straks gaan we nog een kopje thee drinken op de andere locatie in Maasbommel. Kijken we nu eerst terug naar vorige week.